Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds woensdag, de 19e juni 2024. En we leven alweer om 14:49. Ik ben net beneden. Maar ik heb wel een wasmachine weer draaien en ik heb een was opgehangen. Wat ik zonde vond om dat in de droger te doen. Maar dan heb je wel weer werk om het allemaal op te hangen en je eigen uit te rekken en je eigen staande te houden. Bla bla bla. Het is voor mij heel moeilijk om dat te doen. Maar ja, in ieder geval, het hangt. En daar ben ik blij mee. En ja, het heeft even langer geduurd dan normaal. Ook ben ik niet in orde. Maar ja, laten we daar maar niet over hebben. Nee. Ik heb barstende hoofdpijn, rugpijn en kniepijn. Nou ja, hopelijk dat die meneer, de fysiotherapeut, daar een einde aan zal geven. Ja, ik hoop het zo. Maar in ieder geval, ik ga de meisjes uitlaten. En dan ga ik aan een vlog van mezelf beginnen. Ja, want anders hebben jullie morgen niks. Ja. En dat moet wel. En ook moet ik weer eentje voor Karin doen. Want Karin heeft ook weer volgens mij filmpjes doorgestuurd. En dat zal weer hele moeilijke voor mij wezen. Maar ja, dat zien we dan wel weer. Dan bel ik er toch wel weer op. En dan komt het hopelijk ook wel weer goed. En ja. Ik wil het best helpen, maar dan mag ze van mij wel even makkelijker toesturen. Potverdikkie. Mijn genade. Maar in ieder geval. Ik hoop dat mijn haar trouwens nog steeds goed in het gelid zit zoals de kapper het had gedaan. Want ik heb het nou een beetje platter moeten doen, want het stond zo. Ik had zo'n toeter aan die kant. Ja, dat moet niet. Dus ik heb er haar ook in gedaan en met mijn vingers een beetje platter gemaakt. En haar geduwd en hier gedaan en dat gedaan. Ik denk, het moet wel weer ongeveer hetzelfde stijltje. Ja, toch? Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga er vandoor. En ik wens jullie een hele fijne, liefdevolle, zonovergoten woensdagmiddag. Want het is wel heerlijk weer. Ja, dat ik trouwens eerst uit het raam keek, was het niet zo, hoor. Nee. Het was bewolkter dan nu en ik heb geen blauwe lucht gezien toen ik uit het raam keek eerder van de dag. Ik denk, nou, blijf lekker nog leggen zolang ik zo beroerd ben. Maar ja, in ieder geval. Het is verder goed gegaan. Ik was zo beroerd als een hond. Ik dacht dat ik boven de wc moest hangen, maar nee, gelukkig niet. Nee, dat ging over. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei, doei. Jij legt mijn grote meid lekker. Ja. Hé? Elis. Jij. Dan moet zo'n groot meisje. Zo. En mijn kleine belhameltje. Die ligt op het, nou ja, schoon. Het is daar nog niet helemaal schoon, helemaal achter de container. Daar ligt ze, achter het paaltje. Klein hoopje. En een duifje daar op het vuurdakje. Of jullie misschien op het nokkie. Ja, dat is mooi lucht. Hier en daar wolkjes. En komt dat daar. Ja. Dus ja, het is mooi weer, maar ik ben druk bezig. Jullie zullen op mijn kanaal binnenkort morgen een kleine verandering waarnemen bij mijn vlog. En dat is ook om mezelf het wat makkelijker te maken en wat rustiger.
Dus ik zal de deur een stukje dicht doen. Want als Kandolf naar buiten wil, hij is al achter de deur. Maar dan heb ik hem sneller dicht. Ja. En ja, ik heb een kleine verandering bij mijn intro gedaan. En ook bij mijn outro, ja, het einde. Ja, ik hou het lekker op zo'n Nederlands intro, ja, dat jullie binnenkomen bij de vlog. Maar in ieder geval, heb kleine veranderingen aangepast om het mezelf even wat makkelijker te maken, omdat ik ook voor Karin bezig ben. En dat is weer super moeilijk met al haar vlogs van haar vakantie. Dus ja, en nou ben ik ze ook weer aan het binnenhalen. Het is één vlog en dat bestaat uit drie delen. Drie stuks. Ja, dus ja, ben nou met vlog 1, tenminste deel 1, bezig. Voor 22 juni, dat moet 22 juni online. Maar er komt nog deel 2 erbij en deel 3 en dat behoort aan elkaar vast. In één film. Dus ja, dat dus. En we wachten het af totdat hij klaar is. En dan kan ik de volgende binnenhalen. En dan de laatste. En dan kan ik zien hoe en de wat is. Ja. Dus, maar dat komt allemaal hopelijk goed. Ik heb nog steeds knallende koppijn. Dat wil je niet weten. Af en toe dan zit ik gewoon mezelf een beetje te masseren in mijn nek. En dan zit ik weer eens zo. Oh, jongens. En de ene keer gaat het weer, denk je van het zakt weer en dan hup, krijg je weer een dreun. Ik weet niet, maak misschien ergens druk om en ik zou niet weten waarom. Dus nee, ik zou het niet weten. Maar in ieder geval, het komt allemaal goed. Ik heb ook mijn nagellak spullen weer opgezocht, want ik heb mooie lange nagels. Voor mijn verjaardag wil ik sowieso mijn nagels even gelakt hebben, dus ja, dat dus. En zover als het nu staat, heb ik gewoon mijn nieuwe kerstkleding aan, wat ik toen nieuw gekocht heb. Ja, gewoon in het glitter. Moet toch kunnen? Ja. Of dat, ja, nou, ik heb sowieso glitter aan. Of mijn zwarte lange broek met mijn top, met die zilver trui. Of mijn rode zilverjurk. Of weet ik veel wat. Ik zie wel. In ieder geval. Ik doe een rode nagellak op. Past toch ook bij. Ja. Ik heb een rode lippenstift meestal op. Dus ja. Ik had nou niet. Had ik nou geen zin in. Nou dat ik zo ben. Nee. Dan zitten we daar. Dan weer hier. Oh. Maar ja. Het gaat wel weer over. Dat ik een oud kereltje ben. En ik zit nog steeds te wachten tot dat ding klaar is. En ja. Daar staat een leuk rond cirkeltje. En dat moet eigenlijk in principe vol gaan. En hij is nog maar steeds op een klein stukje. Maar ja, hij is toch wel bezig. En we wachten gewoon af totdat hij klaar is. De tijd dat er zo'n onbekende resterende tijd. Nou, voor hetzelfde geld zegt hij straks, ik ben binnen. Ja, we wachten het af. Ik ga denk ik een bakje koffie maken. Dat lukt me. Kijk! Hij is binnen. Raar! Dus ja, dat gaan we nou hier doen. En dan een bakje koffie. En dan doe ik de tweede naar binnen. En daarna de derde. Komt helemaal goed, lieve vrienden. En dan ga ik de meisjes uitlaten. En dan ga ik weer een broodje eten. Want ik heb zin om warm te eten. Trouwens, ik heb gisteren warm gegeten. Dus dan ga ik lekker een broodje klaarmaken. En dan gaan we voor Karin aan de gang. En dan komt het helemaal, hopelijk, denk ik, wel goed. Nou, lieve vrienden, geniet van alles. Smakelijk eten, bon appétit. En geniet van je avond. Wees lief voor elkaar. Geef liefde aan elkaar. Ook aan degene die je niet kent. Geef gewoon liefde. Straal liefde uit. Want daar kennen ze in Den Haag en in Amerika en in alle landen, andere vreemde landen, ook een land waar we misschien nog nooit van gehoord hebben. Maar al die overheden
overheid, weet ik wel, de staat. Die kunnen daar niet tegen als wij liefde uitstralen en liefde geven aan elkaar. Die oorlogen ook, dat is allemaal opgezet spel. Geloof er niet in. Ja, het gebeurt wel, daar niet van. Maar het was al bezig om ons eigenlijk wakker te schudden. Van mensen, er is wat op komst, er gaat wat gebeuren. Dus wordt wakker en ga er tegenin. Doe je ding, straal liefde uit. Ja, dat is ook demonstreren, maar op een lieve manier. Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet en tot later.